groot. Ja. Kijk, radio kun je alleen doen en anoniem doen. En je kunt binnenvliegen. Ik heb toevallig vorige week weer het programma van Annette overgenomen. En de hond was hem gesmeerd en ik kon niet weggaan voordat ik de hond weer binnen had. Kortom, ik kwam 2 minuten voor 11:30 binnenhollen, hijgend en piepend. En het is dat ik het zei, maar anders weet niemand er iets, weet je. Je kunt dat gewoon doen. Nou, dat is dus bij televisie onmogelijk. Televisie doe je met een heleboel mensen. Ik bedoel, alle schijnwerpers zijn wel op mij, maar moet je om je heen kijken. 40, 50 mensen doen dat. Ja, bekende vraag is, wat is leuker, radio of televisie? Toen ik discjockey was en 24 uur radio in de week had, was ik heel graag op de radio. Dat was alles voor me. En toen dat ophield en ik alleen maar 1 of 2 uurtjes radio in de week kreeg te doen, toen dacht ik, dat vind ik niet leuk, radio. Als ik iets te melden heb, dan wil ik het zien ook. Ja. Nou, want toen ben ik gaan regisseren. Jij bent, als het over Veronica gaat en als het vervoeren gaat, ben je redelijk emotioneel. Hè? Kun jij nog goed kwaad worden als Veronica afkraken? Ja, oh zeker. Zeker, altijd. Wordt altijd heel boos. Redelijke kritiek. Oké, maar niet zomaar roepen van Veronica, flut, niks. Dan denk ik, eerst kijken en een gefundeerde mening ergens over hebben. Dan mag je komen met kritiek. Ja, nog één vraagje. Ja? Je bent ooit als disjockey begonnen. Hoe word je nou disjockey? Hoe word je disjockey? Door van muziek te houden. En dan? Dan te draaien. Ieder kind wat het in zich heeft om disjockey te zijn, die van radio houdt, die van muziek houdt, kan disjockey worden. Dus kijk maar, alle mensen die het zijn nu, zijn allemaal die mafkezen geweest die thuis een microfoon aan een draadje hadden en op zolder programma's hebben zitten maken. Of bij de ziekenomroep zijn begonnen. Dat zijn mensen die van hun vak houden. Ja, maar ik heb je even gestuurd in de repetitie, je moet weer verder. Ja, oké. Dan heb je even gesproken. Prima. Doe dat.